Hoi, leuk dat jij weer een video komt kijken bij mij vandaag. Vandaag gaan we verder met onze My Little Pony weken. En dat betekent dus dat wij weer verder gaan met ons My Little Pony spel. Tot nu toe, verbazingwekkend genoeg, heb ik al 12 verschillende ponies weten uit te pakken. Nog geen enkele dubbel uit mijn ene doos. Nou ja, we beginnen een beetje met z'n allen te twijfelen. Zit er überhaupt wel een dubbele in één zo'n doos? Nou ja, ik ga vandaag in elk geval nog eentje uit deze doos pakken. Is het weer een hele nieuwe voor mijn collectie? Ben ik natuurlijk hartstikke blij. Maar ik gun jullie natuurlijk ook een pony. Dan ga ik de volgende keer wel gewoon even mijn andere doos erbij pakken. En daar eentje uithalen. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hier geen dubbele in zit. Op zich ook wel weer heel erg leerzaam. Want zo leren we in elk geval hoe zo'n doos in elkaar zit. Van de My Little Pony blind bag zakjes. Nou, we gaan beginnen. Het kan zijn dat je regen op de achtergrond hoort. Het is vandaag een zeer regenachtige dag. Ik heb van alles geprobeerd om het geluid zo minimaal mogelijk te maken voor jullie. Ik heb echt allemaal dozen hier boven mijn hoofd hangen waarvan ik hoop dat ze niet naar beneden komen vallen. Maar dat merk ik vanzelf wel. Oké. Oh ja, ik moet altijd natuurlijk het een en ander er weer bij vertellen. Want misschien hebben we weer nieuwe kijkers. Ben jij nieuw? Zie jij dit voor het eerst? En je vraagt je af wat voor spel we hier met z'n allen spelen. Bekijk dan hier de eerste video waarin ik alles uitleg. Wel de eerste video helemaal uitkijken. Want tot nu toe kom ik nog steeds lijstjes tegen met ponies die niet eens in de zakjes zitten. Of ponies die al zijn uitgepakt. En een van de regels is, als jij nieuw bent en nieuw mee wil doen, dan mag je alleen niet een van deze ponies kiezen die al zijn uitgepakt. Dus dan moet je wel even echt een nieuwe pony, nieuwe ponies op jouw lijst hebben. Als jij dus alsnog mee wil gaan doen. Heb ik alsnog alles gezegd wat ik nu wilde zeggen? Ja, oké. Goed, dan ga ik alvast even voelen. Even kijken wat ik voel. Of ik iets voel wat een beetje bekend is. Wat lijkt op wat we hier hebben. Probeer even de benen te voelen. Ik voel twee benen aan elkaar vast aan de achterkant. En ik voel één been aan de voorkant. Dus dat betekent dat er één ponybeen omhoog is. Het lijkt een beetje op wat zij heeft. Ik voel één ponybeen ook echt in een bocht. Even kijken, zij heeft op zich een hele lange staart. Dus die zou ik moeten kunnen voelen. Nee, dat voel ik niet. Oké, nou, ik ga weer gewoon voorzichtig een kleur heel voorzichtig eruit halen. Nou, dit is wat ik tot nu toe zie. En dat ziet er weer uit als een nieuwe pony. Want met die lichtgekleurde benen heb ik alleen maar roze haren. Ik pak de pony eruit. Ja, alweer een hele nieuwe pony. Lijkt inderdaad op haar. Ik ben even vergeten hoe zij ook alweer heet eigenlijk. Dus dat betekent weer een nieuwe pony uit deze doos. Nou, morgen pak ik dan de andere doos erbij en haal ik daar een zakje eruit. En dan is er dus hopelijk wat meer kans voor jullie om ook een pony te krijgen. Even kijken hoe deze pony heet. Dit is een ander briefje. Deze pony heet Brayburn. En als cutie mark heeft hij een appeltje. Dus het is een van de, ik denk dat het een van de apple familie is dan. We hebben al Appleburn, Applejack hebben we. We hebben Granny. Dus hier staat: he loves welcoming friends to Appaloosa. Hij houdt ervan om vrienden welkom te heten in Appaloosa. Ik ben niet zo heel erg bekend met de My Little Pony. Alleen de My Little Pony film ken ik. Hè? De nieuwe movie, die is wel heel erg leuk trouwens. Is Appaloosa dan een gebied in een My Little Pony wereld? Laat me maar even weten. Ik weet niet of sommigen van jullie bekend zijn met My Little Pony en Appaloosa. Of zijn alle ponies met apples, komen die allemaal dan uit Appaloosa? Nou, dat zou ik wel heel graag willen weten. Oké, dat was deze aflevering weer voor vandaag. Ik zal morgen de andere doos erbij pakken en daar eentje uitpakken. Want ik ben wel heel erg blij met mijn collectie. Hartstikke leuk. Ik heb echt nog nooit
verrassingszakjes zo uitgepakt en mijn collectie keer op keer weten uit te breiden zonder dubbelen. Het is echt helemaal nieuw, dus me nog nooit eerder voorgekomen. Maar ik wil ook heel graag wat ponies delen met mijn kijkers. Dus morgen pak ik even de andere doos erbij. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet niet de video een like te geven. Ben je nieuw en denk je, goh, wat leuk, leuke spelletjes hier op het kanaal. Daar hou ik wel van, zulke spelletjes spelen. Ja, je kan hier mijn kanaal abonneren. Abonneren is gratis, gewoon op het knopje drukken. Hieronder zie je het kanaal van mijn man, Gamer Papa. Die maakt ook wel hele leuke video's. Niet met My Little Ponies, maar bijvoorbeeld weer met Minions en andere dingen. En ik plaats hier een afspeellijst naar alle My Little Pony video's. Doepa doe!